Lens Duivenstein, we staan hier de dag voor de wedstrijd tegen Den Bosch. Wat voor wedstrijd kunnen we morgen verwachten? Ik hoop een attractieve wedstrijd waarin wij het spel gaan maken en hopelijk tot veel kansen kunnen komen. En uiteindelijk vertrekken met 3 punten. Yes, om nog even terug te gaan naar afgelopen zondag. 2-0 verloren van NAC Breda. Wat gaat er nu gebeuren dat de wedstrijd anders is? Ik denk dat we vooral ook wel gehamerd hebben op intensiteit. En dat ontbrak het denk ik ook zondag wel aan. Daarin werden we een beetje overrompeld door NAC, die dat wel op de mat bracht. En aan ons om morgen te laten zien dat we ervan geleerd hebben. Yes, met oog op de play-off, hoe is het gevoel in de groep? Ja, het gevoel is ondanks die nederlaag van zondag gewoon hartstikke goed, nog steeds. Ik denk dat het raar zou zijn als je na 1 verloren wedstrijd gelijk in paniek zou raken. Je draait gewoon een hartstikke goed seizoen. Dus dat goede gevoel, dat zit er nog steeds in richting die play-offs. Yes, nou, het is zoals iedereen hier ziet redelijk slecht weer. Desondanks is de training goed gegaan. Ja, zeker. Het begon eigenlijk pas te regenen toen wij klaar waren. Dus wat dat betreft hadden wij niks te klagen. Maar op de training zag het er allemaal goed uit. Dus dat geeft veel vertrouwen voor morgen. Is goed, top, dankjewel.